Gisteren laaiden de vlammen hoog op in dit bedrijf langs het industriegebied Klein-Frankrijk in Ronse. Intussen zijn de vlammen onder controle, maar de brandweer heeft het nog erg druk met nablussen. Daar komt nog veel rook bij vrij en de straten rond het bedrijf zijn afgesloten. Gisteravond rond 18 uur werd de brandweer van onze hulpverleningszone gecontacteerd voor een toch wel fel uitslaande brand hier in onze industriezone, waar een afvalverwerkend bedrijf en meer bepaald het deel houtopslag van dat afvalverwerkend bedrijf in lichterlaaien stond. Dit is een klasse 1 afvalverwerkend bedrijf. Dat betekent dus effectief dat daar verschillende soorten afvalstoffen verwerkt worden. Bijvoorbeeld ook zo dat particulieren hier met hun afval bijvoorbeeld uit verbouwingswerken en zo terecht kunnen. Wat wij tot nu toe weten en wat wij ook al bevestigd hebben, is dat het effectief enkel ging over houtafval. Ja. Maar dat houtafval heeft er wel voor gezorgd dat we hier een felle rookontwikkeling hebben en hadden. Ja. De brandweer is de hele nacht in de weer geweest met blussen. En dat gaat ook vandaag nog onverminderd verder. Hier en daar zijn er nog heropflakkeringen tussen het afval. En de brandweer houdt de site in de gaten met een drone. Al de hele dag hangt in de wijde omgeving een scherpe rookgeur. Maar die zou dus niet giftig zijn. Sowieso zitten wij bij de brandweerzone van de Vlaamse Ardennen, dus we zijn een zeer groot korps. We hebben ook hulp gekregen op een bepaald moment van de hulpverleningszone uit Wallonië, meer bepaald uit Ad. Dus er was hier wel wat mankracht aanwezig en heel wat pluimen voor onze mannen van de brandweer. Die hebben ervoor gezorgd dat ze zeer snel ter plaatse waren. Dat ook alles zeer mooi in kaart gebracht heeft en die hebben echt het nodige gedaan om hier verdere schade te beperken. Er is nog een heropflakkering hier en daar van een brandhaard, maar onze brandweermannen doen hun uiterste best om dit zo rap mogelijk onder controle te krijgen. Voor zover de brandweerdiensten weten, was er niemand aanwezig in het gebouw en is er enkel materiële schade. Tot nu toe hebben wij geen melding van gewonden of slachtoffers, niet bij de brandweer, niet bij eventuele mensen, arbeiders. Het was ook een brand die ontstaan is op een zondag, wat misschien in het nadeel misschien ook een voordeel kan zijn. Het was al de derde brand op korte tijd in dit bedrijf. In juni heeft het hier ook al eens gebrand. Zodra de brandweer helemaal klaar is met nablussen, wordt onderzocht wat de brand heeft veroorzaakt.